Is dat ook iets, misschien terugkijkend bij eerdere albums, dat je dacht van oké, misschien zitten we te overdenken en misschien willen we te veel? En... Nou, bij de laatste zeer zeker. Ja. Bij Daydreams in the Blackout hebben we 200 dagen studio aangespendeerd. Ja, en deze was binnen, in de nieuwste plaats, binnen een jaar van schrijven, preproductie, opnemen, mixen, massen, hoes, alles. Toeren. En hij is er al af. We hebben tijd over, bij wijze van spreken. Nee, maar dit is ook waar je... als punt ben, als band, weet je. En ik denk toen we onze vorige album opnamen, waren we in een hele andere dynamiek een plaat aan het maken dan dit proces. En het, waar je dat heel simpel aan terugziet, is de tijd die je eraan hebt besteed om het te maken. Achteraf kijkende weer, ja, weet je wel, waren we op een hele andere plek toen. Ik ben nog steeds heel trots op die plaat. Hmm. Daarna hebben we hele ingrijpende keuzes gemaakt, weet je wel. Er is een band uitgegaan, Paul Jan is weer aan boord gekomen, onze gitarist nu. Allemaal veranderingen. Het enige wat ik nu kan zeggen is hoe soepel deze plaat tot stand is gekomen. En met hoeveel plezier. En ja, dan gaat dat... Het gaat niet vanzelf, maar het gaat automatisch. Dat is de sticker van je broertje. Muziek maken gaat niet vanzelf, maar automatisch. Of andersom. Ja, één van de twee. Moet je aan hem vragen. Ja, moet je aan het einde. Special met hem. Maar wat vooral ook heeft geholpen in verhouding tot het vorige proces, is dat op voorhand niks heilig was. Mm. En ik denk dat we ieder individueel in het vorige proces, denk ik, wat meer zijn eigen heilige huisjes al had. Yeah. Dus als iemand anders daar dan aan gaat pulken, dan kom je in hele eindeloze discussies. En die zijn eigenlijk bijna niet geweest in dit plaatproces, omdat iedereen veel meer collectief een soort één doel voor ogen had. Ja. En dus als er een beter liedje komt, dan valt er automatisch een eentje onderaan het lijstje, valt er af. En dat is dan ook een soort unaniem, dus daar hoef je niet heel lang over te kletsen. En dat is een belangrijk verschil. Maar dat er over gekletst werd, dat was wel het grote verschil. Weet je, maar er werd over gekletst. Ik weet nog precies, voor Good Night, het liedje staat niet op de plaat. Het was wel heel ver. Het was heel ver. Soort van af. Boom, ja, bijna af. Opgenomen. We kunnen ook 10 liedjes op de plaat doen. Toen kwamen er nog 2 bij ook, weet je wel. Toen kwamen er ook gewoon weer andere songs bij die dan inspiring waren op dat moment. Ja, dat was dan weer 2 maanden voordat het eigenlijk weer af was, kwam er weer een nieuwe track bij. En toen weer nog één. En zoals we die eigenlijk opnemen, dat klinkt eigenlijk best lekker. Ja, die kunnen wel mee. En dat past dan weer... past er dan weer meer in ons beeld van hoe wij graag het schilderijtje zagen. Ja, want waar hangt dat dan vanaf? Want je beschrijft het als een schilderijtje, maar hoe ziet dat? Hebben jullie al een beeld van hoe dat schilderij eruit ziet? Het vormt zich. Vormt zich vanzelf. En sommige songs komen lekkerder uit de verf als je opneemt dan andere songs. Okay. Het gaat er meer om dat je in dat proces ook gewoon harde keuzes durft te maken. Dus je kan van tevoren, waar Bas net over had, die anti-kraakwoning van Tijn, onze producer. Daar hadden we het op 8 sporen opgenomen in een heel klein collectief. En dat was eigenlijk al een plaat. Sterker nog, dat waren de demo's. En Marcel zei, we hebben nu die 12 songs, demo, allemaal op die A-track. Doe er een strik omheen. Bandje, dit is de plaat. Kon wat doen, maar dan gingen we niet in de AFAS spelen, denk ik, 3 november, maar in de kraakpand. Maar goed, was ook leuk geweest. Het gaat om een bepaalde coherentie. En als je dan uiteindelijk de grote studio in gaat, weet je wel, en die songs met heel de band gaat opnemen, ja, dan veranderen bepaalde sounds en songs en de ene groeit en de andere wordt misschien een mindere versie van waar die vandaan kwam. En om dan gewoon een harde knoop door te hakken van oké, het is niet goed genoeg. Wat wil je dat heb je geleerd van vorige platen. Dat er sommige songs op vorige platen staan waar je uren, weet je, dagen mee bezig bent geweest en uiteindelijk speel je hem niet live. Ja. Is de plaat uit, speel die song niet live. Ja, want hij was misschien toch niet helemaal geworden van wat we misschien van hadden gehoopt. Nou ja, dan hebben we op dit moment al was een song 70% af, gezegd van hey, te gekke song. Maar dit is niet de laatste plaat die we gaan maken. Dus dan leggen we hem even op de plank en dan komt hij over een paar jaar weer. En gelimiteerd dus door die A-track. Maar dan komt toch het idee om ook blazers en strijkers te gaan gebruiken. Hoe komen die twee ideeën bij elkaar? Dat is toch geil? Het was gewoon... Wij speelden samen met Typhoon en ook met zijn hele band. Dus met hoeveel stonden we dan niet op podium? Met z'n 14e of 15e? Ja. Nee, meer. Met zijn band en wij. Ja, 18 dan denk ik. Nee, zoiets 18. Ja. En dat was zo'n fucking party. Ja. Je kon overal heen kijken en met iedereen kon je een soort van... Dus toen was dat afgelopen en toen begon ons schrijfproces. En toen was het ook zo van... Oh, bijvoorbeeld je concert van Arcade Fire of zo. En er staat ook gewoon een heel... circus op het podium, weet je wel. Ik dacht van,
waarom niet? Ja, weer een koetier. Ja. Ja. Weet ja. je, en toen gewoon mensen gevonden die het ook hartstikke vet vonden om met ons te spelen. Mm. En dan krijg je een hele gezonde wisselwerking. Want dan kunnen zij, dat is gewoon gaaf. En vanaf daar weer verder, weet je wel. Dus zoals nu in de AFAS ook. Kijk, je kan strijkers opnemen op een plaat. Het is één ding om ze ook elke festivaltour mee te nemen. Maar voor deze gig mocht het ook niet ontbreken, weet je. Dus dat zijn er weer vier bij. En Spike ook, weet je, zo vastgekluisterd achter een microfoon met zijn gitaar. Was hij ook klaar mee? Nou, dat kunnen wij niet ruiken, dus het is belangrijk dat hij dat zegt. Dus hij ja. geeft dat aan, dus vervolgens kunnen we dan nadenken over wat kunnen we doen. Oké, let's get some backing vocals, weet je wel. Zodat jij gewoon kan doen wat je het allerliefste doet. En ik kan eigenlijk niet zo heel goed zingen. Maar deze mantra van waarom niet? Ik kan me voorstellen ja. dat kan heel bevrijdend zijn, maar af en toe kan het misschien ook een beetje doorslaan. Dus het zijn er momenten geweest. Ja, maar dat is dat, ja. zeg maar, dat het risico dat je daarin doorslaat, dat ligt eigenlijk alleen op de loer als je in iedere fase van het proces controle wil hebben over de uitkomst. Ja. En als je durft te creëren en genoeg in dat wat je doet vertrouwt om dat in een later stadium nog eens een keer tegen het licht te houden, dan zijn de dingen waarmee je uit de bocht vliegt, die filteren zichzelf dan uit. Maar als je niet uit de bocht vliegt, dan was je waarschijnlijk ook niet tot 10 andere hele gave conclusies gekomen. Dus het is ook, denk ik, de kracht om zo'n proces te durven laten gaan om tot dingen te komen die je anders nooit gemaakt zou hebben. Kun je me misschien een voorbeeld geven van iets waarvan jullie dachten dat het misschien de plaat niet zou halen, maar uiteindelijk wel heeft gedaan? Nou ja, grappig genoeg, dat is wel echt een leuk verhaal. De Crazy Madonna, wel eerder dit jaar uitgebracht. Mm-hmm. Daar komt eigenlijk dat hele verhaal samen, want dat is op de meest gelimiteerde manier ontstaan op een tape deck. 8 spoortjes en Jamie was niet bij die productiedag op dat moment. Mars en Spike hebben met loopjes en gewoon zelf een beat gebouwd met allemaal spoortjes, ja, met hoge drums. En dan langzaam afgespeeld. Helemaal ranziger ga je zo'n ding niet krijgen. Eigenlijk in een dag een versie van die track gemaakt. En dat hele verhaal, daar kikt iedereen zo hard op hoe dat was geworden. Dat je dat meeneemt je productie in en dat je uiteindelijk voor 90% zelfs die demo gebruikt op de plaat, ja. omdat hetgeen wat je daarna opneemt, we hebben het echt allemaal gedaan, we hebben ja. nog nieuwe parts opgenomen en dan uiteindelijk leg je het naast elkaar en dan heb je die energie die toevallig in dat eerste ding zat, heb je dan niet gebeat of zo, weet je wel. En ja, dus niet veel later was de conclusie van ja, maar als wij het allemaal zo vet vinden, waarom gebruiken we dan niet gewoon deze versie? Ja. Dus dat is zo, dat als je een hele dure studio boekt, dan is dat het laatste wat je op voorhand bedenkt, dat je je demo's gaat gebruiken. Het laatste wat dat moet doen, ja. is je beperken, weet je. Ja. Ja. En ja, alleen als dan uiteindelijk de muziek de weg wijst en de muziek blijkt toevallig in dat ene moment op zo'n manier gevangen te zijn, dat er een bepaalde spark in zit, een bepaalde excitement, dan is dat toch weer leading. Ondanks dat je er misschien wel 5 hele dure studiodagen ja. nog aan gespendeerd hebt. En heeft het dan ook mee te maken, Marcel, jij noemde in het begin dat voor jou een beetje de bewijsdrang wegviel. En is dat dan misschien ook waar voor de band als geheel, dat jullie bij deze plaat misschien het gevoel niet meer hebben om iets te bewijzen? Nou, bewijs, ja, ik weet niet wel. Ik vind het vetste dat we na 18 jaar platen maken nog steeds de drang hebben om platen te maken, weet je. En ik denk dat er in Nederland nog genoeg mensen zijn die geen enkel idee hebben van wat wij nu aan het doen zijn. Ja. Die misschien nog in een oud beeld denken. Of als ze aan direct denken, ja, dat is een beetje van Inside My Head. Of Just The Way I Do. Of Free misschien wel, weet je. En dan heb ik het over platen die 17 jaar geleden uit zijn gebracht. En wat we nu aan het doen zijn, dat is iets totaal anders. En ik hoor het nu ook nog, weet je. Dan zeg ik tegen mensen, ja, 3 november staan we in de AFAS Live. En dan zeggen ze, AFAS? Ik zeg, ja, ik wil nog een steen geleverd. Dus Heineken Musical. Oh, Heineken Musical, ja. 3 november, AFAS Live. Hé, maar jullie hebben toch al wel in de Heineken Musical gestaan? Krijg je dan te horen. En we hebben nog nooit een eigen show gedaan. Hé, maar jullie zijn 18 jaar bezig en je hebt nog nooit... Nee, we hebben nog nooit in de fucking AFAS Live.
weet je, don't let it get frustrating. Maar daar kijken we heel erg naar uit. En zo zijn er voor ons nog steeds, na die 18 jaar, heel veel vette dingen om te doen. En heel veel mensen om te bereiken, denk ik. En het blijft zich altijd ontwikkelen, weet je. Net zo goed dat de muziek verandert, merk je dat het publiek ook mee verandert, weet je. En we stonden een paar weken geleden stonden we nog op de Uitmarkt, weet je. En daar speelden we met heel de New Cool Collective, speelden we een song van onze nieuwe plaat. En er stonden echt de grandma's en grandpa's in. Hé, maar dat is die jongen van Maestro. Oh, die kan ook best wel lekker gitaar spelen. Ja. Maar en weet je, er valt nog zoveel voor ons te groeien, denk ik, in het kikkerlandje. Ja, en wat je snijdt punt aan, dat vind ik wel interessant. Want ik geloof dat ook bij het vorige album, bij de press tour Maestro, toen heb jij een keer gezegd ergens van, ja, we gaan best wel wat fans verliezen, want we gaan nu de andere kant op. Wat doet het dan met jullie dat de clubtour alsnog uitverkoopt en jullie kunnen de AFAS spelen voor de eerste keer? Dat is het grootste cadeau wat je maar kan wensen. Period. Weet je dat? Je weet gewoon dat je niet iedereen kan pleasen. Mm-hmm. Weet je wel? En ik denk des te harder je dat probeert, des te meer pijn je eraan gaat ervaren. Weet je wel? Want ik bedoel, het is gewoon een feit. Allerlaatste vraag dan, wat kunnen we verwachten van de AFAS Live Show? Is de benadering ook heel anders nu voor die show? Ja, AFAS 3 november onze show wordt gewoon onze dikste show van heel het jaar, ja. Ja. Überhaupt, weet je wel, van we zijn heel erg gewend, we zijn echt een toerend bandje, dus we zijn eigenlijk altijd op pad. En in een clubtour pak je ook uit ten opzichte van je festivals, want dan heb je ook al wat meer tijd en ook al wat meer ruimte om je eigen show te bouwen. Maar nu heb je zo'n hele grote venue tot je beschikking. En je kan nadenken over visuals en het is de enige we doen een aantal dingetjes dit najaar, maar alles draait eigenlijk om die ene show. Mm-hmm. Dus we zijn ook al sinds augustus bezig om die vorm te geven en om te zorgen dat die set kloppend is. En Mars zit eigenlijk dag en nacht in de studio om intro's te bouwen en dan te visualiseren. Hoe je al je materiaal wat je de afgelopen jaren hebt aan de mensen hebt gegeven, om dat weer opnieuw mee te pakken. En is eventjes helemaal te ontleden, weet je wel. Ik ben door al die sessies aan het heen gaan, al die spoortjes waar allemaal dingetjes op staan, dat allemaal solo aan het luisteren van oké, oh ja, dit, dat, boom. Oké, doen we dat heel langzaam en dan, wow, en ik sta daar in die zaal, snap je wat ik bedoel? Mm. Omdat ik vind het zelf ook gaaf om naar concerten te gaan en verrast te worden door wat ik krijg. En juist datgene te geven wat je niet op een plaat hoort, weet je, dat momentum, dat wat voor onszelf ook een soort van in tongen gitaar spelen, snap je? Of in tongen zingen in die bubbel. Dus dat is heel leuk om dat aan te kleden, vorm te geven. We willen ook met twee podiumpjes werken, weet je wat? Dus dat je ook gewoon het hele beeld ergens anders heen kan brengen. Ja. Maar iedereen die ons live heeft gezien, die weet dat het live nog harder pompt en dat we nog meer de uiterste opzoeken dan op de plaat. Ik bedoel, de nieuwe plaat zijn we er best wel goed in geslaagd. Maar het wordt zo'n pompende live show. En de grootste shows tegenwoordig zijn, weet je, die ontstaan door elektronische muziek en gemaakt door robots. En alles wat wij neer gaan zetten op 3 november, dat komt vanuit de vingers en vanuit hier. En dat wordt... Dat is zo. Ik vind ons op krachtig op het moment dat we live op zo'n podium staan te echt kapot spelen. Ja, helemaal. Dat is ook cool. De blazers die met ons meedoen, die doen ongeveer 2 jaar mee in onze live set. En die kunnen ook. Dat is ook altijd alles of niks. Ja. En die moeten half aan het zuurstof als ze van het podium afkomen. Want die spelen dag en nacht, hè, want ze zijn echt pro's en die zijn met iedereen op tour. En de jazzcats die ook overal ter wereld spelen. Maar als ze anderhalf uur met ons gespeeld hebben, dan gaat het er vaak zo op dat... Lijkt wel alsof ze een lip hebben opgespoten. Hersenbloeding. Ja. Ja. Dus, ja. De ene keer was echt classic. We speelden in de Melkweg. Speelden we. En van de laatste bloedheet. Tour. Bloedheet. En wij naar de show. Ja, was vet. Ja, een biertje drinken met z'n allen gezellig. Oh, waar zijn die guys? Waar zijn Jan? Lagen ze helemaal uit. Die lagen in hun eigen kleedkamer. Zo. Opgebaard. Met een bandje aan, met allemaal natuur- en vogelgeluiden zo. Echt helemaal te chillen, zo van oké, weg jullie. Ze moesten echt gewoon de landen. Piep en de druk uit hun hoofd eventjes gewoon
die energie naar beneden brengen. Ja, was heel leuk. Ja. Ja, ik ben heel erg benieuwd. Yeah. Heren, heel erg bedankt voor het vet. Ja, graag gedaan. Jullie bedankt. Tof. Super cool.